Gisteren is een zesde persoon positief getest op COVID-19. Zoals jullie gemerkt hebben, is dit meteen op de COVID-19 website geplaatst. Deze patiënt was in nauw contact geweest met de eerste patiënt die positief getest was op COVID-19. Deze zesde patiënt was in quarantaine geplaatst alvorens zij symptomen vertoonde. Hierdoor is er zicht op het aantal contactpersonen van patiënt nummer 6 en kan verdere verspreiding makkelijk worden ingedamd. Verder moet ik u het goede nieuws geven. 2 positief geteste COVID-19 patiënten die in de IC te RKZ waren, worden binnenkort ontslagen uit de IC. Ze zullen op de klinische afdeling die speciaal gecreëerd is voor COVID-19 patiënten die herstellende zijn, worden opgenomen. Na een korte observatietijd zullen die dan gezond verklaard worden. De overige 4 positief geteste patiënten zijn in stabiele toestand. U ziet op de COVID-website dat er nu 7 positief geteste gevallen zijn. Het resultaat is net binnen. Het betreft de echtgenoot van de eerste mevrouw die COVID-positief was. Dus dit is dus enorm belangrijk dat wij dus nu ook ervoor zullen zorgen dat de medicamenten vanuit Cuba ten behoeve van COVID-19 hier door het SZF zullen worden binnengebracht en ter beschikking zullen worden gesteld van het BOG / het ministerie van Volksgezondheid. 5 april komt er een proeforder, want Cuba is compleet uitverkocht. De specialistisch team gaat zeggen, dit werkt goed op onze gevallen. Is dat zo, dan gaan we over om de volgende partij, dat is die 2000, binnen te halen. Het zijn medicamenten van het bedrijf BioCuba Pharma. Het gaat namelijk om het medicament interferon alpha 2b. Deze medicijn komt niet voor op de lijst van WHO als een medicijn tegen coronavirus. Door de WHO zijn er 4 proefmedicijnen geplaatst en deze medicijn maakt onderdeel daarvan in combinatie. En gisteren gaf u aan, er gaat een proef gedraaid worden in Suriname. Is het daar raadzaam om deze medicijnen naar hier te halen als het eigenlijk niet approved is door WHO? Want er wordt vaak gezegd, we moeten de richtlijnen van WHO volgen. Inderdaad, interferon is een van de middelen waarvan nu eigenlijk de verdict is out, it's not good. En dat geldt voor nog een aantal andere middelen, dus dat zullen wij niet echt kunnen toepassen in Suriname. Ik weet niet of ik u goed gehoord heb. U zei interferon is no good, maar dat is juist wat komt. Ja, nee, maar daar hebben wij inmiddels ook advies gegeven aan het ministerie. Dus dat, don't count on it. Die medicatie, is het dan toch nog onderweg of gaat Suriname toch vanaf zien? Nou, misschien kan de minister daar precies iets over zeggen. Dus specifieke vragen ga ik de minister vragen om morgen op in te gaan. Hoe het staat bijvoorbeeld met medicatie en al dat soort zaken. Want zoals u weet, binnen gezondheidszorg, het zijn verschillende sectoren. De dokter heeft u informatie gegeven en u stelt een beleidsvraag. Dat gaat dus de minister dan morgen aan u geven.